Hallo allemaal, welkom bij een Diva-vlog. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag behandelen we hoe stel je de leren broek. Maar eerst even, wat heb ik aan? Want dat doen we elke week. Ik heb aan een set van Woman by Urn. Het is een lang jasje die ik aan de zijkant met een overslag kan dragen. Even een knoopje erin of een strikje. En daaronder draag ik in dezelfde kleur een tregging, ook van Woman by Urn. Een blouseje van Woman by Urn. Dus het is eigenlijk een hele donkerblauwe set. En daarom hebben we gekozen voor deze chunky sneaker eronder. Deze zijn van Acne Studio. En ik vond het juist leuk omdat de outfit vrij eenvoudig en classy was. Om dat dan aan de onderkant even te combineren met een stoere sneaker. Nou, dit is mijn outfit. We gaan het dus hebben over de leren broek. Op dit moment zie je vrij veel leer in de winkels. Je ziet ook vrij veel fake leather. Je moet het maar eens gaan aanpassen, fake leather. Het is toch heel anders dan echt leer, want fake leather is cool, het zweet een beetje en het draagt minder prettig dan echt leer. Echt leer is gewoon second skin, lekker warm en heel comfortabel. De leren broek, deze is van Marc Gain. Ik heb voor een zwarte variant gekozen. Je ziet ook veel bruin tegenwoordig in de leersoort, ook hartstikke mooi. Deze zwarte ga ik combineren met allemaal verschillende items, zodat je kan zien dat je hem op allerlei manieren kan dragen. Want ik hoor heel vaak van dames die zeggen, ja, leer, ik vind het vaak wat ordinair, kan het wel, nog wel op mijn leeftijd, natuurlijk wel, maar je moet het gewoon even goed afstylen. Je kan het bijvoorbeeld dragen, deze mooie leerbroek, met een mooie zachte trui. Deze is van Brunello Cucinelli, Italiaans, ontzettend mooi merk, maar wel heel prijzig. Een mooie trui op die leren broek, dan maak je dus bol met stoer die combinatie en dat ziet er ontzettend lekker zacht en comfortabel uit. Mooie combi. Je kan ook kiezen voor iets gekleden met een leren broek en dan doe je dat met een bijvoorbeeld witte blouse. Deze is van Anne Fontaine. Allerlei leuke details zitten erin. Roesjes, streepjes, mooie knoopjes. Maar als je deze leren broek met die witte blouse combineert, dan is het zelfs een kantooroutfit, want zo classy zie je er dan wel uit. Met blousjes kun je natuurlijk veel meer kanten op, bijvoorbeeld deze panterprint. Panter en leer is ook altijd wel een beetje een tricky combinatie, maar in een grijs variant en een doorzichtige stof wordt het gelijk weer heel casual en vrouwelijk, vooral met zo'n leuk strekje erbij. Dan hebben we hier nog een combi met een kleur. Deze mooie fuchsia past natuurlijk ook perfect bij zwart. En ook een blouse. De broek is wat strakker en de blouse weer wat wijder. Die combinatie, daar kun je ook mee gaan spelen. Strak, wijd. En dan heb je ook weer een hele leuke, frisse combinatie. Wat je op dit moment ook veel ziet, is zo'n vestje over een blouse. Hier heb ik ook een met leuke glittertjes erin. Die is van Fabiana Filippi. En dan heb je zo'n lekker vestje over een blouse en dan op die stoere leren broek. Dat is ook een fantastische combinatie. Nou, als je het wat eenvoudig wil houden, dan kun je het ook gewoon combineren met een colletje. Leuk riempje erom als je dat nog leuk vindt. En dan bijvoorbeeld als je gaat shoppen, is dit ook een hele fijne combi. Je doet er een mooie mantel overheen. Even een leuk tasje erbij en het zit heerlijk en je ziet er ontzettend leuk en fashionable uit. Dit is ook nog weer een leuke voor onder een vest. Ik heb hier bijvoorbeeld een vest van Repeat, een lange vest. En als je die dan combineert met de leren broek en dat zwarte colletje, dan heeft die leren broek weer een hele andere uitstraling. En door dat lange vest creëer je ook nog lengte, dus dat is ook een hele leuke tip. Wat we ook nog kunnen doen is leer of leer. En vooral als je dat dan combineert met een bolletje of met een leuke blouse, dan is dat ook nog heel erg een leuke combinatie. Dit is trouwens een fantastisch leerjasje van Pau. Als je een keertje een leren jasje bij ons in de winkel ziet van Pau, moet je die eens aanpassen, want dat leer is echt geweldig, echt heel zacht. Nou, deze combinatie, geen strak lycra shirtje eronder doen, maar dus met een bolletje of met een leuke witte blouse, dan ziet het er heel classy en fashionable uit en dan heb je een ontzettend mooie look. Dus met leer kun je heel veel combineren. Kom maar eens naar de winkel om het te proberen. Of als je zelf een leuke leerbroek hebt, neem hem dan mee. En dan gaan we je helpen om daar een mooie combinatie mee te maken. En in de winkel hangen ontzettend veel mooie nieuwe najaar- en winteritems in alle drie de winkels. In Zwolle, in Sneek en in Haren. Dus heb je nog wat nodig of heb je zin om te shoppen, kom gezellig langs en dan zie ik je daar. Tot de volgende vlog en denk eraan, dress like a diva!